Like challenge. Like deze video met één vinger op je neus. Oké, dus we zijn in Brookhaven. En vandaag ga ik jullie laten zien dat de einde van Brookhaven eraan komt. Jij hebt het goed gehoord. De einde van Brookhaven komt eraan. En dit is hoe Brookhaven eruit gaat zien wanneer je dit activeert, oké? In dit filmpje gaan we laten zien hoe we dit kunnen activeren. En ja, zoals je kunt zien, Brookhaven ziet er niet zo goed uit hier. Het is allemaal onder vuur. En elk gebouw stort in. Dus we moeten eigenlijk dit voorkomen. Maar in deze video ga ik jullie de stappen laten zien die je moet ondernemen om deze geheim te activeren, oké? Dus volgens dit YouTube filmpje moeten we een paar stappen doen om dit te activeren. En ik ben super benieuwd waarom dit in het spel is sinds Brookhaven er nog staat. En waarom zou het dan instorten? Ik wil niet dat Brookhaven instort. Dan kan ik nooit meer mijn boodschappen doen. En dan kan ik nooit meer mijn favoriete frisdrank kopen. Die ik altijd koop. Dan kan ik dat nooit meer gaan doen. En dan wordt ook mijn huis gesloopt, die ik al jarenlang heb. En hier zit ik letterlijk altijd. En dan wordt mijn huis letterlijk gesloopt. Ik hoop dat dit nooit gaat gebeuren. Maar we gaan kijken hoe we dit activeren in Brookhaven. Dus we gaan naar stap 1. En voor stap 1 moeten we naar een locatie gaan. En deze locatie is een locatie waar je niet vaak heen gaat, oké? Dit is een locatie waar je niet vaak heen gaat. En laten we naar de eerste gaan, oké? Dus hij laat zien dat we eerst hierheen moeten gaan, oké? Dus je gaat hierheen. En dan moet je naar de winkelcentrum gaan, oké? Ga naar de winkelcentrum toe. Dus dit is de eerste locatie. Ik ben benieuwd wat we in de winkelcentrum moeten doen, maar oké, laten we erin gaan. Oké, en nu gaat hij naar boven. Oké, hij gaat naar boven eerst. En bovenaan gaat hij naar de burgerzaak hier. Oké, hij gaat naar de burgerzaak hier. En wat hij dan doet. Oké, hij gaat niet in de keuken. Hij doet de licht hier uit. Oké, de licht moet hier uitstaan. Oké, dus dat is het eerste wat je moet doen. En daarna gaat hij weg. Oké, daarna gaat hij. Oké, dat is alles wat je hier moest doen. Je moet de licht uitdoen. En dan gaat hij. Oké, hij gaat deze kant op. En hij doet deze licht ook uit. Oké. Oké, en volgens mij gaat hij dan ook naar deze kamer. Even kijken. Ja, volgens mij. Ja, hij gaat ook naar deze kamer. Naar de sportschool. Om deze licht hier uit te doen. Deze moet je ook uitdoen. En dan zijn alle lichten uit in het. Nee, nog eentje. Oké, deze moet hij ook uitdoen. En als je die hebt uitgedaan, zijn bijna alle lichten uit. Alleen die zijn er nog. En ik denk niet dat je deze kan aandoen. Wacht, is er een knop ergens? Wacht. Kunnen we een knop vinden? Hier is een flesje, oké. Ik zie geen knop voor de, zeg maar, die lichten boven. Ik denk ook niet dat we die kunnen uitdoen. Dus laten we naar beneden gaan. En laten we volgens de video ook alle lichten uitdoen. Dus op de video doet hij deze licht uit hier. Deze moet je uitdoen. En vervolgens gaat hij hier achter bij de pizza ding. En doet hij deze oven aan, soort van de pizza oven doet hij aan. Oké, en nu hebben we alle lichten uitgedaan in het winkelcentrum die we kunnen uitdoen. Deze kun je namelijk niet uitdoen. Dus waarschijnlijk zijn dit de geheime lichten die aan moeten staan. En dan voor de rest moeten ze allemaal uitstaan. En nu moeten we naar de volgende locatie toe. Want volgens deze video moeten we nu deze kant op. En ik ben echt benieuwd wat er gaat gebeuren. Want heel Brookhaven gaat letterlijk instorten als we dit geheim doen. Oké, dus als we alle stappen hebben gedaan, gaat Brookhaven letterlijk instorten. Oké, wat hij dan doet is hij gaat naar de Brooks Dinner gebouw. Oké, hier is een Brooks Dinner gebouw. Hier is het gebouw. En dat is een soort van een klein cafeetje of een restaurant. En dat is naast de motel. Dus ga hierin en dan moet je één ding pakken. Dus je gaat in de wc hier. En dan pak je, ja, deze ding hier. Pak je dan deze dwaal. En dan pak je die weer naar de volgende locatie. Dat is alles wat je hier moet doen, oké? En dan moeten we naar de volgende locatie gaan. Want dat is de volgende stap om dit te doen, oké? Dus wat hij doet, hij gaat in de bank. Oké, hij gaat eerst in de bank. En dan opent hij een account. Oké, je moet een account openen. Oh ja, dan moeten we kiezen tussen het blauwe pasje en het roze pasje. Oké, dus wat hij kiest is het blauwe pasje. Oké, hij kiest het blauwe pasje en nu hebben we het pasje. Wat hij daarna doet is hij gaat naar de bank. Hij gaat naar deze geldautomaat. En wat hij dan doet is hij klikt het pasje en dan komt er Robux uit. No way. Wacht. Oké, en dan doet hij dat. En dan pakt hij de Robux op. En nu hebben we letterlijk Robux gepakt van de automaat. No way. Wacht, wisten jullie dat dit kan? Je pakt een pasje en je kan letterlijk Robux eruit halen. Oké, dat wist ik niet eens. Maar oké, wat hij daarna doet is hij pakt het pasje hier. Oké, hij pakt het groene pasje. En dan gaan we naar boven. Oké, volgens mij gaat hij dan nu de bank beroven of wat gaat hij doen? Oké, dus hij gaat hierheen. Wat hij dan doet is, ja, hij berooft de bank. Oké, hij berooft de bank. Oké, dus hij pakt de bom. Oké, we moeten de bom pakken. Kom op hier. Oké, we pakken de bom snel. We leggen hem neer en we activeren de bom. En nu moeten we deze Robux pakken volgens mij. Ja, oké, hij pakt de Robux en dan gaat hij er vandoor. Wat hij dan doet is, hij gaat hierheen en hij gaat via de geheime ingang eruit. Dus ga via de geheime ingang eruit. En nu moeten we deze kant op. Oké, en nu moeten we naar de volgende stap gaan wat in deze kamer is. Dus we moeten eerst in de geheime kamer hier gaan door op de lamp te klikken. En als je
in deze geheime kamer kom, moet je hier één ding doen. Heb jij ooit in deze kamer een ding gedaan? Laat het me weten, want er is één geheim in deze kamer die je moet doen. Dat geheim is eigenlijk best wel logisch, want als je nou goed doorzoekt, is er soort van niks in deze kamer. Kijk, er is letterlijk niks. En dan heb je van die kastjes hier. En deze kastjes zijn verbonden aan deze blauwe lijn ding, oké? Deze lijn gaat naar in de muur. Maar als je nu een slaapzak pakt, oké, pak even een slaapzak, oké? Nu moeten we in de muur een slaapzak plaatsen, oké? En dan plaatsen we erin en dan moeten we erin gaan. En dan kunnen we letterlijk zien waar deze ding heen gaat. Dus hij gaat uit de muur en dan stopt hij. Dus hij gaat nergens heen. Maar wat de persoon dan doet, is hij pakt de safe hier, oké? Hij pakt de safe hier. Dus je moet deze precies hier pakken. En dan moet je hem onder deze ding plaatsen, oké? Je doet hem hier en je laat hem ontploffen, oké? En dan moet je hem laten ontploffen hier, boom. Oké, we hebben hem laten ontploffen. En nu zou er iets moeten activeren. Dus we moeten naar de volgende locatie gaan. Waar we nu Brookhaven in vuur kunnen brengen en helemaal verwoesten. Ik ben benieuwd hoe dit gaat werken, maar ik hoop niet dat de Brookhaven voor altijd weggaat, oké? Ik wil dat Brookhaven blijft. Maar met dit geheim kunnen we Brookhaven letterlijk vernietigen. En volgens mij moeten we nu de laatste stap doen om Brookhaven vernietigd te krijgen. Dus we moeten letterlijk nog één stap doen. En we gaan er nu heen. Oh, zit ik nou vast? Wacht, dit is een gevangenis waar je inkomt en er niet uit kan. En dit is de enige ingang die er is. Dus ik ben per ongeluk in de gevangenis gesprongen. Dat is niet zo goed. Ik wist niet eens dat dit het was. Dat deze deur hier was. Wow. Oké, maar we gaan naar de laatste locatie, oké? Om Brookhaven onder vuur te zetten. En voor altijd te vernietigen. Ja, niet voor altijd. Maar we moeten hiervoor naar een locatie die jullie waarschijnlijk niet zo leuk vinden. Want het is door mensen die heel Brookhaven proberen te stoppen met geheimen, oké? Het bureau, oké? Het geheime bureau hier. Oh, deze mensen hebben meneer Brookhaven volgens mij al te pakken. We weten nog niet precies wat er is gebeurd met meneer Brookhaven. Maar dat is het gerucht. Dus wat we dan hier doen? We moeten hier een simpele ding. Wat we dan doen is we doen beide van deze aan, oké? Wanneer we beide van deze aandoen, dan zouden we nog één ding moeten doen. En dat is al deze vier knoppen aandoen. Dus alle vier moeten aan. En dan zou Brookhaven voor altijd, oké, niet voor altijd, maar je snapt wat ik bedoel. Nu zou Brookhaven letterlijk vernietigd zijn. Oké, laten we kijken. Oké, 3, 2, 1. Wacht, dit ziet er niet echt uit alsof, oh my gosh. Nee! Het is echt. Wacht, deze autowinkel staat onder vuur. No way, het is helemaal vernietigd. Maar wat is er dan nog meer voor? Oh, nee. Nee, mijn favoriete winkel. Ik kan nu niet mijn drinken pakken. Nee, het is vernietigd. En mijn huis is afgebrand. No way. Check dat, dat is mijn huis. En de hele discovloer staat onder de fik. Alles in Brookhaven is letterlijk in vuur. Zelfs het politiebureau. En zelfs het restaurant daar. No way. Maar gelukkig kunnen we nog zwemmen tenminste. Dit is het enige wat we nog kunnen doen in Brookhaven. Letterlijk zwemmen. Maar de bank is niet in vuur gegaan. Heeft dat iets te betekenen? Want we kunnen letterlijk nog steeds een bank. Misschien betekent dit dat Brookhaven in de toekomst al de gebouwen in de vuur weghaalt. Dus denk erna, de bank blijft, maar de tandarts gaat weg. Want check dat, de tweede verdieping is op vuur en deze winkel niet. En dan bij Starbucks koffie is ook onder vuur, dus deze gaat misschien weg. En dan weer de bibliotheek niet. En dan het pakketjeskantoor gaat ook weg. En de school blijft, dus dat is wel mooi. Maar dat is mijn gedachte hierover, want check. Oh my gosh, wat staat daar in de vuur? Wacht, waarom staat de zombiecapsule onder de vuur? No way, ik moet dit nachecken. Okay, dus we gaan erin en niks is onder vuur. Behalve de vuur buiten. Hier buiten is letterlijk vuur. Daar is de capsule en als je dan naar buiten loopt, dan is letterlijk daar vuur. Wat zou dit te betekenen hebben? Reageer als jij het weet. Like en abonneer als je niet wilt dat Brookhaven weggaat.